Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy. En ik ga vandaag de Open Oracle Reading opnemen. Voor 24 augustus 2024. Ik ga drie kaarten voor jou nemen. En de derde kaart. De eerste kaart voor vandaag is. De zeester, en dat werd eigenlijk gelijk zeggen voor vandaag: van, maak meer gebruik vanuit jouw eigen zijn, vanuit je eigen vijf zintuigen. Dus je ziet, je hoort, je voelt, je proeft, je ruiken. Ja, dat hebben we allemaal nodig in ons leven om ja, zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Dus er staat eigenlijk ook voor inderdaad dingen onderzoeken. Meer oplettendheid, meer creativiteit inzetten. Wat spontanere dingen doen. Soms ook even wat meer rust en ruimte voor jezelf te nemen. Maar algemeen ook gewoon door te gaan. Dus vandaag daaruit even extra wat meer ja, te gaan handelen of wat meer te gaan werken. Wat je zintuigen ook wat, mee, misschien wat meer prikkelt of wat meer bewustzijn geeft. Ga er dus wat mee doen. De tweede kaart is de reflecties. Oké, okay, reflecteren. Oké, okay. reflecteren eigen energie soms ook door misschien even juist bewust even extra vandaag even een vorm van meditatie te doen. Even wat meer innerlijke rust te nemen. Vandaaruit ook inderdaad weer het een en ander reflecteren van jezelf naar buiten. Of het een en ander van jezelf anders gaan bekijken. Anders gaan zien en ondernemen. Ook dat kan je weer helpen. Reflectie. Misschien krijg je wel een bepaalde energie binnen op je zintuigen wat jou niet uh, bevalt of wat je niet fijn vindt. En moet je, de, moet je dat juist gaan proberen terug te spiegelen. Ga er wat mee doen. Oké, okay. de derde kaart is dan Aas en Gabriel. Oké. Okay. De berichtgeven van creativiteit aan hoop. Oké. Okay. Dus vandaag ook even extra creativiteit, creatieve, creatieve energie te gaan inzetten. Vertrouwen te hebben, hoop te hebben, weten dat het alles goed komt, dat het in orde gaat komen. Extra Gabriel ook misschien even extra om hulp te vragen. En de meditatie misschien antwoorden en inzichten vanuit Gabriel te gaan ontvangen. Dat geeft ook wel een andere ontwikkeling uh, voor jouw hele zijn. Voor je vijf centuigen, wat dan ook. Heel duidelijk verhaal. Zou ik zeggen: drie prachtige kaarten. Wat je weer kan gaan combineren tot een heldere boodschap voor jezelf. Vandaag waar je dus iets mee mag gaan doen. Oké, okay, mooi weer. En in ieder geval bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat hieronder natuurlijk even een reactie achter. Vergeet je dan ook even niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hoi, hoi.